ga geen risico nemen met de bevoorradingszekerheid van dit land. Let's be clear. It will not be easy. Today, we will propose to ban all Russian oil from Europe. Really? Are you going to be keeping your apartment at 49 degrees Fahrenheit? Will you be walking to work? No, of course not. You'll have whatever you want forever. De meest vervuilende energieproductie hebben van heel Europa na Polen, de duurste, om uiteindelijk wat te bekomen. Want nu, dat land profileert zich graag als groen land. De Duitsers nemen afscheid van kernenergie en willen ook stoppen met kolencentrales. En dus wordt windenergie van cruciaal belang. Nu al komt 20% van de stroom van windmolens. En dat moet nog veel meer worden. Maar het verzet onder de bevolking tegen al die windmolens neemt toe. Windmolens tot aan de horizon. Op het platteland van de deelstaat Brandenburg is er geen ontkomen aan. De burgemeester van Wildberg kan geen molen meer zien. We bebouwen dat land niet, of lassen het niet bebouwen, weil we die befürchtung hebben dat we deze flächen nachher niet verkaufen kunnen. De gemeente en omwonenden maken er dus verlies op, terwijl de boeren die hun land verhuren jaarlijks tot maximaal 50.000 euro per molen opstrijken. De buurt komt in verzet tegen windenergie. Ook elders op het Duitse platteland lijkt een grens bereikt. Wir bauen eine Front auf. Wenn Sie Ihr Vorhaben durchsetzen wollen, werden Sie an uns scheitern. Windenergie is hier jarenlang bejubeld en met hoge subsidies zijn windmolens uit de grond gestampt. Maar de kritiek neemt toe. Honderden burgerbewegingen tegen windenergie zijn opgericht. Omwonenden hier spreken zelfs van een windwaanzin. Wij willen het risico niet lopen dat het licht uitgaat. Wat er van nieuwe capaciteit nodig is 2 à 3 gascentrales.